Justitieminister Yasilguz dan, die heeft met Wilders gesproken. Het is er dan toch nog van gekomen. Een gesprek tussen minister Yasilguz en PVV-leider Geert Wilders. Want de gemoederen liepen onlangs hoog op, kun je wel zeggen. Geert Wilders schreef namelijk dat een VVD'er van Turkse afkomst op justitie... en nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft... want het liefst ziet ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen. Nou, er was heel veel om te doen toen hij dat online plaatste. Yasilguz heeft hem daarna ook meteen gebeld, maar nam niet op, reageerde ook niet op appjes. Nou, in de Kamer is er heel erg veel om te doen geweest. Maar nu zijn ze dan toch met elkaar om de tafel gegaan. En Wilders tweet daarover het volgende. Vandaag had ik dan het gesprek met de nieuwe minister van Justitie op haar departement. Het was zonder meer een goed en prettig gesprek. En Yasilguz die retweet dat en zet daarboven. Vond ik ook, dankjewel. Ja, wat er nou precies besproken is... Dat vertelt dit verhaal niet. Ja, dat willen we natuurlijk weten. Wat vond je van die uithaal van Wilders naar haar? Ja, heel heftig. Heel heftig, ja. Waarom? Nou ja, ik vind... Heb een beetje respect en spreek elkaar even zo aan. En niet in het openbaar. Dus maar dat vind ik met heel veel dingen. Ja. Ik vind, ze zijn ook een toonbeeld voor Nederland. En als je ziet hoe het er af en toe aan toe gaat, denk ik... Waar is het respect? Nou, ze zijn met elkaar in gesprek. Dat, nou ja, dat vind ik uiteindelijk. Nou, dat vind ik ook dat goed. Dat zou juist vaker moeten gebeuren. Exact, maar dat kan wel met een andere... Los het informeel op. Nee, exact. Voor dat bedoel ik. Ja. Jongens, je bent een voorbeeldfunctie. Ja. Nou, hier zijn ze het erover eens.